Op zondag 10 april um, werden we vergast met een paar schitterende voetbalwedstrijden. Die ik heb gekeken. Een helaas voor Nederlanders wat minder spannende Formule 1-wedstrijd in Australië. En we kregen opeens, volgens mij was het een beetje zo ergens in de avond, als ik het me uh, niet vergis: de trailer voor Kingdom Hearts 4 te zien. En dat leek verrassend. Dat was het ook voor heel veel mensen. Maar de echte Kingdom Hearts kenner. En dat zijn er heel veel. Uh, die wist, dat is de verjaardag. Dat is de 20-jarige verjaardag, die 10 april. Van deze serie, deze crossover tussen Final Fantasy en de Disney Wereld. En dat werd in Tokio gevierd met een, uh, met een feest waarin uh, allerlei ontwikkelaars aan het woord kwamen. Er werden beelden getoond. De mobile versie van Kingdom Hearts, die eraan gaat komen, die werd getoond. En dus als grote verrassing werd die nieuwe trailer van Kingdom Hearts 4 getoond. Een trailer die we hier zien, die uh, in eerste instantie... Toen ik hem in eerste zag, dacht ik van... Zitten ze nou serieus gewoon filmbeelden van het hoofdkwartier van Square in, to in Tokyo te zien? Nee, dit is allemaal in-game. Het is gemaakt met de Unreal 5 engine. Um, het ziet er anders uit. Het ziet er prachtig uit, vind ik. Ik uh, ben geen Kingdom Heart fan, dus, maar voor mijn gevoel is dit wel echt... Spectaculair. En uh, dit was eigenlijk een groot gesprek op social media. En dat deed mij er uh, uh, toe aanzetten om weer eens een werkstukje te gaan maken, een spreekbeurt te gaan maken. Want de Kingdom Hearts-serie is een serie die ik uh, niet helemaal begrijp. En me daarmee eigenlijk ook wel weer intrigeert. Want als ik, dingen iets, als ik iets niet begrijp vanuit, vanuit een smaakding. Dan vind ik het intrigerend waarom zoveel mensen, want het zijn er echt heel veel, uh, deze serie wel zo tof vinden. Ik kan me herinneren dat ik uh, 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 bij een first look, en ik pin me niet vast op welke het was, maar het was niet het laatste, het was er één of twee uh, uh, daarvoor. Um, hadden wij een stand weten te regelen van Square Enix met Kingdom Hearts erin. En ik dacht zelfs dat een developer er was. Maar in ieder geval, je kon daar voor het eerst een Kingdom Hearts uh, spelen. Um, je kon op de foto met, uh, met Sora, het hoofdpersoon met die gigantische sleutel. En er stonden rijen, rijen, rijen dik van mensen die deze game wilden spelen. En toen dacht ik al van... Oké, okay, why? Weet je? Ik bedoel, nou ja, why klinkt heel erg naar. Maar gewoon van, oké, okay, wat... wat wat, wat, waarom willen deze mensen.? Wat, wat, wat maakt die, die serie voor hen nu zo ontzettend speciaal? En um, in het verloop van dit verhaal zal ook blijken. dat de makers van deze game, Square Enix. Uh, er ook alles aan doen eigenlijk. En dat, ja, niet bewust, maar. Uh, eigenlijk alles aan doen om het de fans ook. Ontzettend moeilijk te maken. En toch is die liefde voor de Kingdom Hearts serie, of in het Japans, ga ik even voorlezen: King Damu Hatsu. Kingu Damu Hatsu, uh, die serie is gigantisch groot, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Um, ik ga dan maar weer eens even kijken of, of ik dat verhaal uh, kan vinden, het ontstaansgeschiedenis, en uh, of dit weer een voorbeeld is van alles wat succesvol is, dat ontstaat vaak op een hele. Bizarre, bijzondere manier. Niet volgens plan. In ieder geval. Uh, de eerste Kingdom Hearts was 2002 op. Um, de Playstation. Uh, Playstation 2. En. Um, je speelde daar inderdaad. Met uh, deze uh, meneer. Dat is Sora. En uh, Sora. Komt weer voort uit. De Final Fantasy serie. En wat was nou het speciale. En het unieke van. Kingdom Hearts? Dat is dat. De Final Fantasy lore en de Final Fantasy karakters die worden gebruikt in een mix met de fantastische karakters en settings van de Disney-wereld. Oftewel, je speelt met Final Fantasy, dus met Sora en nog uh, Kairi en Riku. En je speelt ook nog eens een keer, uh, je komt in ieder geval ook nog tegen uh, Goofy, uh, Mickey Mouse, uh, Donald Duck, al die andere characters. En dat in een of andere voor mij krankzinnige, maar wonderbaarlijke manier. Die symbiose is dus voor die fans volstrekt normaal dat dat gebeurt. Want ja, wat is er eigenlijk een beetje het verhaal erachter? Um, de serie begint inderdaad met uh, Sora. Dat is een jongen van 14 jaar die wel degelijk iets weggeeft van Final Fantasy. Fantasy je weet wel, dat, dat, dat piekhaar. Maar aan de andere kant de kledingstijl van Mickey Mouse. Want hij heeft, let maar op, dezelfde kleding aan. En zeker dezelfde schoenen als Mickey Mouse. In, de nieuwe, in het nieuwe deel, deel 4, gaan die schoenen opeens weg. Maar in ieder geval... Deze jongen is 14 jaar. Uh, en hij is ja, afgescheiden op onvriendelijke wijze van zijn vrienden Riku en Kairi. Als zijn huis, zijn woonomgeving, de Destiny Islands, uh, ja, in, in, in het donker wordt gezet. Uh, en ja, hij moet daar dan. Oplossingen van gaan voelen. Hè? De darkness uh, is, is ingetreden, uh, de vijand, uh, de xena hoort, die, 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 die zorgen ervoor. Allemaal types met donkere harten en donkere gezichten en allerlei enge shit. Uh, die zorgen ervoor dat, dat, dat overal uh, het donker gaat worden en de wereld eigenlijk niet meer levendig is. Uh, hij krijgt die sleutel. Um, en, uh, dat, dat is de keyblade. En vervolgens moet hij ja, eigenlijk uh, uh, naar omgeving na omgeving vrijmaken van die, laten we het noemen, de vloek van de darkness. En daarmee gaat hij ook namelijk naar de wereld van Disney. Het is een heel makkelijk vehikel die Square Enix daar maakte... om ook in die Disney-wereld te komen. Want uh, Donald Duck en Goofy die zijn die weer door uh, uh, Mickey Mouse op weg gestuurd... om iemand te vinden met die Keyblade... zodat hij hen kan helpen om ook in Disneyland... Ligt weer aan te doen. Nou, dat is even een notendop: uh, het verhaal. En daar begon het mee uh, op zich krankzinnig. Hoe verzin je het? Maar je weet het, het is uit, uiteindelijk enorm succesvol gebleken uh, en het heeft geleid tot een gigantisch aantal games waar ik het straks over ga hebben. Maar, nu vraag ik altijd aan mezelf, en dat vind ik eigenlijk het, het interessantste uh, van, uh, uh, van, 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 van games, van succesvolle franchise. Hoe ontstaat dat nu? Je zou altijd denken, en ik heb het al vaker uitgelegd, dat dat, dat het een heel natuurlijk en gelijkmatig proces is. waarbij een paar mensen bij elkaar gaan zitten. Iedereen komt met zijn eigen input. Er is een idee, het wordt gemaakt. En eigenlijk blijkt dat originele idee eigenlijk al vanaf het begin succesvol. Nou, dat is in dit geval. Niet helemaal waar. Want hoe ging dit nou? Um, laten we zeggen dat het een beetje zo richting 1998-1999 was. En um, twee mannen die bij Square werkten. En dat ja, waren behoorlijk hoge pieven. Oftewel Shinji Hashimoto en Hironobu. Sakaguchi. Um, die beide uh, verantwoordelijk zijn voor Final Fantasy, althans, deels verantwoordelijk ervoor. Dat team is natuurlijk veel groter. Um, die waren eigenlijk al vrij beroemd bij Square. Dat waren al gevestigde namen. En ze waren, ik weet niet waar binnen het kantoor, maar laten we even voor het, leuke, het leukje uh, uh, zeggen dat dat bijvoorbeeld in, uh, in, in de kantine was. Die waren met elkaar aan het praten over. Ja, ze wilden eigenlijk een soort van game maken. Een soort van Super Mario 64-achtige game. Uh, 3D. Um, en actie erin. Een beetje role-playing game. En, en, en dat dan voor Square. Maar eigenlijk kwamen ze allebei. Um, uh, tot, tot de conclusie dat. Je kan wel zoiets maken. Maar als daar geen Mario aan vasthangt, dan wordt het. Heel erg moeilijk succesvol dat hebben al dat soort games ook wel getoond. Die meer cartoony-achtige games, het wordt altijd vergeleken met Mario alle kart- cartoony-kart games. Het wordt altijd vergeleken met Mario Kart en het eigenlijk altijd is het minder goed, dus ze hadden zoiets van: Ja, hoe gaan we daarmee werken? En eigenlijk zeiden ze allebei: Van uh, de enige characters die je zou kunnen gebruiken om zo'n, 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 uh, zo zo'n, zo'n, zo'n zo nieuwe 3D. Super Mario-achtige franchise succesvol te maken is om een Disney character te gebruiken, want ja, die hebben natuurlijk ook worldwide, worldwide mass appeal, uh, net zoals Mario. Iedereen kent het: iedereen kent Mickey Mouse, iedereen kent Donald Duck, iedereen kent Goofy, um, Dagobert Duck, al, al die men kent het. Dus maak je daar een game van, dan heb je in ieder geval al die kickstart vanuit die franchise, maar ja, goed. Um, uh, ja, Disney, ik bedoel, uh, is niet van hun. En, nou, probeer het zelf maar eens. Probeer zelf maar eens video te maken met Disney-characters erin. En vervolgens niks te betalen aan Disney. Dan weet je dat binnen 10 minuten um, je een copy strike hebt. Dus Disney is fucking protective. Um, Tetsuya Nomura, en dat is de grote man achter de Kingdom Hearts-serie, uh, uh, die hoorde dat gesprek. Die was aan het afwassen, die was een cup of soep aan het maken, koffie aan het schenken, weet ik van. Maar hij hoorde dat gesprek en hij zei van: ik vind dat interessant. Uh, zou ik mogen proberen om zo'n game te maken? En let wel, uh, Tetsuya Nomura was op dat moment een uh, een, uh, uh, een, een, een artist die uh, characters maakte voor Final Fantasy, maar hij was nog zeker geen director. Dat was hij nog nooit geweest. Hij was geen grote jongen binnen Square. Dus het feit dat hij dit mocht doen liet ook zien um, wat heel veel developers doen. Feitelijk, uh, en, en, en dat vergeten mensen wel eens. Mensen denken altijd van een developer werkt aan één game. Nee, ze werken altijd aan één game natuurlijk. Uh, maar ze hebben altijd kleine teams die bezig zijn met vier, vijf verschillende projecten. <coughs> Gewoon om eens uit te proberen. Wat het is, dat kan vanuit techniek gaan, vanuit uh, uh, je hebt iets nieuws developed, uh, bijvoorbeeld een andere manier van de open wereld of een ander vechtmechanisme of een andere manier om te schieten. En dat wil je uitproberen en dan ga je kijken van oké, okay, nou dit is wel tof en, en uh, um, dat kan ik dan weer, als ik dat dan, het, het, het roept dan heel erg op om er zo'n game van te maken en dan kunnen we dat met die characters doen en blablabla. Bla, en dat proberen ze, dat zijn eigenlijk allemaal een beetje proefballonnetjes. Uh, die ze maken. En uh, die proefballonnetjes schieten ze gewoon af op het management. En het management zegt gewoon heel af en toe: Van, nou, dat vind ik leuk. Ga maar door. Maak er een demo van. En 90% gewoon, wordt gewoon weggeflikkerd. En waarschijnlijk hebben ze dat tegen Tetsuya, Nomura, gezegd: Weet je wat? Uh, uh, ga maar aan de gang. Ga er iets mee doen. En dan zie je dat er op een gegeven moment het toeval eigenlijk zorgt. dat de droom die ze hebben. ook daadwerkelijk werkelijkheid wordt. Want. Um, ja, als je dat dan nu hoort, is het eigenlijk weer bizar toeval. Square Enix zat in Tokio, in een gigantisch gebouw. En wie zit er nou ook in dat gebouw? Wie zat er in dat gebouw? Disney. Het Japanse kantoor van Disney. En die uh, Shinji Hashimoto, die stond dus regelmatig in de lift met executives van Disney. En hij was zelf ook een hoge pief. En waarschijnlijk in die lift, of waarschijnlijk, dat weten we dus, want dat hebben ze nu zelf verteld, hebben ze gewoon eens. Ja, heeft hij dat ballonnetje gewoon eens opgelaten? Hij heeft hij gezegd van. Hey, bedoel, uh, dat moet, ik bedoel, ik, ik hoop dan wel dat ze ergens op de 64e zitten. Want na vijf etages kan je dat verhaal niet uitleggen. Maar goed, in ieder geval heeft hij gezegd van: hey, lijkt het jullie leuk om eens een keer een game te maken, uh, 3D à la Mario met Disney characters erin. Dat, 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 dat heeft hij gewoon eens tegen die man gezegd. En blijkbaar is dat goed ingedaald, want uh, ze hebben daarvoor toestemming gekregen. En eigenlijk zegt iedereen. Um, dit is de enige manier om bij Disney iets voor elkaar te krijgen. Ja, vandaag de dag gaat het wel anders. Maar in die tijd was het super protective. Um, en kon je wel. Ja, je, je, kon, je kon wel een, een, als het ware een brief. of een document maken en opsturen. met een verzoek tot een game. Maar er kwamen er honderden van binnen. En eigenlijk was het gewoon kansloos. Maar het feit dat je meteen al. Hè, dat heb ik ook als je sales doet. of, of dat soort dingen. dan moet je niet bij, aan, aan de voordeur komen. Je moet meteen eigenlijk bij de persoon terecht zien te komen die ook daadwerkelijk de budgetten uh, vrijgeeft, die ook daadwerkelijk beslist of iets wel of niet verkocht wordt aan een bepaalde partij. Nou, dat, dat toeval was er dus, en dat zorgde ervoor dat zij de Disney-kerktes uh, konden gebruiken, en in 2000 zijn ze daar mee. Begonnen de productie die dus uiteindelijk leidde tot de allereerste Kingdom Hearts in um, tweede, 2002. Nou zou je zeggen van oké, okay, nou ja, logisch dus Kingdom Hearts. Nou niet helemaal, want in eerste origine um, was de game uh, ook um, een heel simpel verhaaltje. Het was een heel simpel verhaaltje uh, over Kingdom Hearts, uh, um, die heel erg geënt was om, om Disney te pleasen. Family-friendly, bladibladibla. Een beetje kinderachtig, laat ik het zo zeggen. Ik, bedoel, ik heb het nooit gezien. Ik, ik vermoed dat het een beetje kinderachtig was. Of een, ja, gewoon kindvriendelijk. Dat is wat netter. Um, en uh, Hironobu Sakaguchi zag die eerste demo's... en die zei van, nou, dat, 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 dat gaat niet werken, jongens. Dat, dat, dat gaat het niet worden. Um, er moet Final Fantasy in zitten... en het moet ook het Final Fantasy volwassen niveau hebben... En dat is uiteindelijk de basis geweest waarop Kingdom Hearts is gemaakt. Ja, het, het, is, het is heel bizar. Het zijn altijd dat soort dingen uh, 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 bijsturen, die uiteindelijk opeens leiden tot een wonderbaarlijke uh, chemistry. En ze zijn de game um, gaan maken. Um, de naam Kingdom Hearts is ook eigenlijk best wel een leuk verhaal. Uh, in. Uh, het idee kwam inderdaad wel van Namura vandaan. Die, die zat heel erg met die Disney Park in zijn hoofd en dat, dat waren allerlei thema's. Um, en bijvoorbeeld Anim, Animal Kingdom vond hij heel erg tof. En, um, dus hij had iets met Kingdom. Ja, dat die IP Kingdom kun je niet vastleggen, want er zijn wel 6 miljoen Kingdoms. Uh, dus uiteindelijk um, heeft hij de hart achtergezet, omdat ze al iets bezig waren met het hart van alles wat in Kingdom Hearts natuurlijk een rol speelt. En zo is die serie dus. Kingdom Hearts ge geworden. Um, wanneer hebben we dan Kingdom Hearts voor het eerst gezien? Het, het grappige is, ik moet daarbij zijn geweest, maar ik kan het me niet herinneren. Want dat is dus in 2001 op de E3, waarin we de, de allereerste uh, beelden uh, gaan zien. Nou, hier zie je eigenlijk de timeline van alle games. Uh, Kingdom Hearts is in 2002 en daarna komt er een shitload aan, aan games op verschillende. Uh, platform, bijvoorbeeld Chain of Memories, is dan weer een Game Boy Advance games. Om dan weer. Uh, want ze wilden de, de Kingdom Hearts 1 en Kingdom Hearts 2 moest dichter bij elkaar. Maar dat lukte allemaal niet. Hebben ze er weer een tussengame bij gezet? Uh, er zijn allerlei andere games. Er is nog een VR-experience gegaan, et cetera, et cetera. Japan heeft ook vijf meer Kingdom Hearts games gekregen dan. De westerse wereld. Vraag me niet waarom, maar het zal allemaal wel. Maar ik wil even toe naar de trailer van uh, Kingdom Hearts, die we uh, op de E3 van 2001 uh, voorbij zagen komen. Want daar dus zagen we voor het eerst uh, Kingdom Hearts. En ja, ik, ik, ik ben daar niet bij geweest. Uh, nou ja, goed, ik, ik, ik ben er wel bij geweest. Uh, maar. Uh, ik kan me niet herinneren dat ik die trailer heb gezien. En waarschijnlijk is dat omdat ik wel op de 3 was... maar bijvoorbeeld niet naar deze uh, persconferentie ben geweest... of deze presentatie ben geweest, omdat het niet mijn type game was. Maar 2001, dus de eerste beelden. Uh, ja, iedereen stond er eigenlijk wel vrij... Ja, best wel van te kijken. Uh, um, ja, weird, weet je wel. Final Fantasy... Disney. Uh, mensen moesten er even over nadenken. Maar uiteindelijk kunnen we dus eigenlijk nu al zeggen. dat het gewoon een ontzettend uh, uh, populaire game-franchise is geworden. die wereldwijd echt miljoenen fans heeft gehad. En dat heeft dan te maken met, denk ik, uh, twee, twee aspecten. Uh, aan, aan de ene kant het aspect. Final Fantasy, super populair. Disney. Super populair. En we hebben al wat characters voorbij zien komen. Uh, natuurlijk de Goofies, de Donald Ducks en, en, en de Mickey Mousen. Maar ook uh, de characters uh, van Toy Story. De characters van Monster, Inc. We hebben Tarzan voorbij zien komen. En nu gaat het verhaal dat uiteindelijk ook sinds, natuurlijk sinds 2012, heeft Disney ook Star Wars. En ze hebben inmiddels ook Marvel. Dat die characters dus mogelijk ook geïntroduceerd gaat worden in die wereld. Dus je mixt die characters bij elkaar. Dan heb je natuurlijk een, 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 een potente bombshell, als het ware, om, om heel veel mensen te bereiken. Dus dat heeft uh, deze serie echt wel een enorme boost gegeven. Je wil gewoon, laat ik zo zeggen, uh, elk kind heeft met Disney uh, gekeken, als het ware, of gelezen, of films van gezien, et cetera, et cetera. En uh, heel veel mensen hebben natuurlijk ook uh, uh, Star Wars gezien. Heel veel mensen hebben Final Fantasy gespeeld. Als je dat allemaal bij elkaar doet. dan krijg je dus Kingdom Hearts. en dat maakt het. Uh, ja, eigenlijk super tof. Het tweede is de uitwerking. van deze game. en daar zit ook een negatief aspect aan. waar ik straks eventjes over ga hebben. Uh, het is een waanzinnige wereld. die gecreëerd wordt. heel fantasievol. Uh, met. echt. Schitterende muziek. Er wordt aan elke game, met name de, de hoofdgames, dus de Kingdom Hearts 1, 2, en op een gegeven moment zijn ze wel een beetje naar 2.8 en whatever gegaan. Maar daar zit altijd schitterende uh, uh, muziek in. Uh, dat wordt echt gemaakt, dat wordt geschreven ook door uh, een, een, van een bekendere uh, Japanse uh, composer. En uiteindelijk, uh, dat Yoko Shimomura, ja, Ik moet het allemaal wel even opzoeken, ik, ik, het is niet dat ik dat uit mijn hoofd weet. Um, en dat wordt dan ingespeeld uh, met bijvoorbeeld het Japans Philharmonisch Orkest of het Tokyo Philharmonisch Orkest. Dat zijn echt, echt zeer degelijke of eigenlijk zeer succesvolle uh, klassieke. Uh, 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 orkesten en ja, die maken een schitterende score. En dan heb je ook nog eens een keer um, dat er ook nog eens een keer een hele beroemde uh, Japanse uh, ja, popster. En die heet uh, Hikaru Utada. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dit is er. Uh, zij is huge in Japan. En zij heeft uh, ja, eigenlijk de, ja, de titel songs gemaakt voor de Kingdom Hearts-serie. En die songs die zijn ook daadwerkelijk. Uh, ja, top 40 bestaat volgens mij nergens weer. Maar in ieder geval de top 40's van Japan. Uh, Komen die uh, vaak ook op nummer 1 binnen? Dus het, in Japan is het al helemaal religie, deze game. Uh, de, 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 wat ik zeg van Final Fantasy is daar mega groot. De grootste franchise die er is, denk ik. Uh, met bijvoorbeeld een Monster Hunter. Uh, maar ook Disney is huge in Japan. En dat samen, dat, dat maakt dat het enorm populair is. Dus die, die games worden echt. Fantastisch afgemaakt. Het zijn, het zijn bijna aan films. Kijk maar naar zo'n music score. Uh, er zitten ontzettend veel bekende uh, stemmen in. Uh, de bekende characters zitten er allemaal in. Dus het, het is echt wel een top-notch project uh, of product. Er zit wel, en dat vind ik helemaal grappig, een, ook een andere kant aan dit verhaal. Want je zou zeggen. Final Fantasy en Disney, ja, dan maak je dus inderdaad wat eigenlijk ook de bedoeling was: een heel simpel verhaallijntje. Uh Good versus evil. En uiteindelijk winnen, uh, wint Sora samen met Riku en Goofy. En Disney, uh, uh, Mickey Mouse en Donald Duck verslaan zij de boze vijand. Ik bedoel, hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Hartstikke leuk voor de kleintjes. En kun je er lekker mee spelen. Maar dat is het niet. Want het is, het is een bijzondere mystieke wereld waar uh, Sora zich in bevindt. En die gaat van links naar rechts en van voor naar achter. Het grappige is, ik heb even een timeline uh, uh, weten te vinden. Waarin al die games staan. Maar dit is niet de volgorde van uitkomst. Dit is eigenlijk de volgorde van ja hoe dit in elkaar zit en dat gaat echt alle kanten op. Uh, er is niet een logische volgorde. Het overlapt soms. Het zit soms een stuk onder elkaar. Ik bedoel de eerste Kingdom Hearts die staat dus niet vooraan. En dat zorgt ervoor, uh, met name uh, bijvoorbeeld bij Kingdom Hearts 3 en, en iets daarvoor al, dat heel veel fans zoiets hebben van ik snap er geen ene fucking Moer van wat hier nou eigenlijk verteld wordt. Wat ben ik nu eigenlijk aan het spelen? Um, ik hoor dat zo vaak. Ik hoor dat ook op de redactie. Uh, er zijn een aantal mensen die houden van Final Fantasy. Er zijn heel veel mensen die houden van Disney. Uh, maar er zijn er bij ons ook wel een aantal gewoon een beetje afgehaakt. omdat ze het verhaal niet meer konden volgen. Omdat het is te, te weird. Te. Ja, mag je het Japans noemen? Ik weet het niet. Alsof ze daar crack en LSD tegelijk roken. Weet je wel. Met, met, met wat, met, wat met, met aftoppen met een joint. Um, weird. En desondanks uh, blijft die liefde er. Want Kingdom Hearts 4, uh, de demo of de, of de, de trailer, is ongelooflijk veel uh, bekeken. Iedereen heeft het erover. Uh, Star Wars komt er misschien in. Marvel kan er iets uh, in kan er misschien inkomen. Um, we weten het niet. Disney is niet makkelijk hierin. Uh, ze hebben regelmatig uh, bijvoorbeeld characters hebben ze, uh, die aangevraagd waren door Square. Want zo gaat dat Square moet vragen: van, hey, uh, ik, ik wil een bepaald uh, character erin hebben. Uh, mag dit gebruiken? En met de ene keer zeggen ze wel, en de andere keer zeggen ze nee, dat character is gewoon niet geschikt voor uh, dit soort actiegames. Uh, dus we weten ook helemaal niet. Of Star Wars erin gaat komen. In 2012 was bijvoorbeeld het verhaal dat er een Star Wars-themed Kingdom Hearts zou komen. Die is er nooit gekomen. Het is niet makkelijk. Dat, dat kan ook mee te maken hebben dat uh, Star Wars toen eigenlijk exclusief van EA was. Dat is niet meer zo. Dus uh, uh, heel veel mensen zeggen ook uh, dat in de nieuwe trailer op precies 34 seconden, uh, je het, het voetje ziet van zo'n AT, uh, uh, ja, zo'n zo, zo gigantisch beest. Kortom, Jungle, Evora. Het, 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 het zou wel eens kunnen dat Star Wars erin komt. Gaan ze iets doen met die superhero's? Want als dat zo is, dan heb je Koos en Jelle en Yui er ook weer bij. Um, de potentie is enorm, dus de verwachting is ook enorm. Uh, maar toch, ik blijf het een hele, misschien wel een van de meest aparte mixen van verschillende werelden vinden in één game, um, waarvan je eigenlijk zou kunnen denken, maar dat kan helemaal niet samengaan, want het is, het, het is te weird, het is te anders. de Fantasy is heel erg serieus in die, die, die science-fiction-achtige fantasy-setting. En Disney, dat, dat is dat family-friendly vermaak. Dat kun je niet bij elkaar mixen, maar uh, Nomura heeft bewezen dat het wel kan. En dat betekent dat we, uh, ja, ik denk 2023 weer kunnen gaan genieten van een nieuwe avontuur... In Kingdom Hearts. Uh, iets waar nu al heel veel fans naar uitkijken. Waar ontzettend veel over gespeculeerd wordt. Ook bij ons op de redactie. Dan zijn ze alweer. Ik hoop dat de Marvel inkoopt. Ik hoop dat de Star Wars inkoopt. Ik hoop. Uh, ze zijn aan het nadenken. Vinden wij de realistische setting wel heel erg tof. Et cetera, et cetera. Um, ja, we gaan het allemaal meemaken. Maar Kingdom Hearts dus. Een hele letterlijk en figuurlijk. Aparte franchise.